Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond. Mark de Mesmaker, de baas van de federale politie, heeft voor het eerst gereageerd op de onthullingen in de zaak rond Jozef Kovanec. Dat is een Slovaakse man die 2,5 jaar geleden overleed na een hardhandig politieoptreden in Charleroi. De Mesmaker was in die periode nog geen topman. Hij was verbindingsofficier tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de federale politie. Hij bevestigt dat zijn diensten destijds gesignaleerd hebben aan het kabinet van Jan Bon dat er vragen zouden kunnen komen over de zaak Kovanec. Mark de Mesmaker werd pas in juni 2018 baas van de federale politie, 3 maanden na het fatale politieoptreden. De Mesmaker volgde Katrien de Bolle op als commissaris-generaal. Tot vandaag had hij in de zaak rond Kovanec niet gereageerd, maar nu doet hij dat dus wel. Ik bevestig dat ik op 26 februari 2018 een mail van een kabinetsmedewerker heb ontvangen met een eerste relaas van de feiten, namelijk een incident in de luchthaven van Gosselies, zonder beelden. Deze mail werd mij ter informatie bezorgd. Op het moment van de feiten was de Mesmaker directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken. Hij was zeg maar de verbindingspersoon tussen het kabinet van Jan Bon en de federale politie. De Mesmaker zegt dat hij het kabinet op de zaak rond Kovanec heeft gewezen. Op 1 maart 2018, na het lezen van het persoverzicht van de federale politie, ligt een van mijn medewerkers het kabinet in over een persartikel rond het overlijden van de heer Kovanec. Op dit artikel kunnen vragen volgen, waaronder parlementaire vragen. De Mesmaker zegt ook nog dat hij er niet bij was toen het kabinet van Jan Bon contact had met de Slovaakse ambassadeur. Ja, en onze redactie heeft eerder op de dag ook een vertrouwelijk rapport kunnen inkijken dat op 4 juli 2018 verstuurd werd naar het kabinet van de toenmalige minister Jan Bon. De ambassadeur heeft via de Slovaakse ereconsul in Mons contact gehad met minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon en hem de situatie uitgelegd. Minister Jan Bon gaf geen verdere informatie over de zaak, staat er letterlijk te lezen. Onze redactie kon de voormalige ambassadeur ook telefonisch bereiken. Maar zelf weet de man niet meer of hij de minister persoonlijk heeft ontmoet. Ja, avec le ministère aussi, naturellement. Avec le ministère des Affaires étrangères, belge aussi. Est-ce que vous avez parlé avec le ministre lui-même ou c'était avec un collaborateur? Ah, je ne me souviens plus. Er was ook ander politiek nieuws vandaag rond de formatie en daar lijkt een regering met N-VA definitief van de baan. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lagaard heeft aan N-VA-voorzitter Bart De Wever namelijk laten weten dat hij voor een federale regering wil gaan zonder de Vlaams nationalisten. Lagaard brengt morgen om 11 uur een eerste keer verslag uit bij koning Filip. Hij zal allicht zeggen dat hij werkt aan de zogenoemde Vivaldi-coalitie. Lagaard werkt dus aan een regering met de liberalen, de socialisten, de groenen en de christendemocraten. Vanavond reageerde Bart De Wever op Twitter alvast erg afwijzend op die plannen. Ja, Bart De Wever, de voorzitter van N-VA, heeft gereageerd met een tweet vanavond waarin hij zei: Vlaanderen heeft nog nooit zo rechts en Vlaams gestemd en het zal een links- en Franstalige regering krijgen. Het verdriet van Vlaanderen noemt hij het. En daar werd meteen op gereageerd, onder meer door Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR, die zei: ja, u heeft dan ook wel de kans gemist om in een Arizona-verhaal mee te gaan, dat een rechtsverhaal ook kunnen zijn. En u heeft rechtsere partijen zoals de mijne aangevallen. En ja, binnen VLD wordt ook wel gezegd, ja, Bart Wever spreekt wel van links, 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 maar wij merken nu in een gesprek met de socialisten dat zij tegen ons zeggen: Bart Wever beloofde ons veel meer dan wat jullie ons willen bieden. En zo wordt er langs alle kanten elkaar verwijten gemaakt. En wordt er ook wel eens gezegd in de wedstrijd, ja, het gaat hard tegen hard, maar er wordt nu ook volop getweet om een beetje de zaak af te leiden van de zaak Jan Bon, omdat ja, dat een vervelend dossier is ook voor de Vlaamse regering. Vanmiddag heeft de cultuur- en evenementensector onder de naam Sound of Silence een stil protest gehouden op verschillende grote pleinen in de grootste Vlaamse steden. Hello darkness, my old friend.
Met de actie willen ze meer aandacht vragen voor het maatschappelijke belang van sociaal contact, dat onder meer gebeurt door cultuur te beleven of aan evenementen deel te nemen. De actievoerders zeggen dat de huidige maatregelen onvoldoende rekening houden met de werkbaarheid voor de getroffen sectoren. Wij vragen eigenlijk zuurstof. Zuurstof geven aan onze maatschappij en onze samenleving en vooral aan de jongeren vandaag. Er spelen zich achter de gevels van vele huizen drama's af. Het psychisch lijden stijgt enorm. En ook, we zien het elke dag in jullie journaal, de relletjes op straat vergroten terug. We moeten de maatschappij terug een perspectief geven, zuurstof en terug de chaos vandaag. Daar moeten we rust in brengen. Wie naar de Belgische kust trekt, moet vanaf 1 september niet langer een mondmasker dragen op de zeedijk. Dat is beslist na overleg met de kustburgemeesters. Eind juli werd het mondmasker nog verplicht op de zeedijk in elke Vlaamse badstad. Kwestie van een algemene en uniforme regel te hebben. Maar de regel wordt dus afgevoerd. Het blijft wel verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en om afstand te houden. En er zijn nieuwe richtlijnen klaar voor de verluchting van de klaslokalen op school. Een goede luchtventilatie is heel belangrijk om besmettingen te voorkomen. Daarom zullen voortaan ramen en deuren in de klas wijd open moeten staan als er leerlingen aanwezig zijn. De scholen krijgen ook de raad om een CO2-meter in de klas te installeren. En in Spanje neemt de regering extra maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Zo zullen kinderen op school verplicht een mondmasker moeten dragen vanaf 6 jaar al. Ze moeten ook minstens 5 keer per dag hun handen wassen. Hun temperatuur moet 's ochtends gemeten worden en klaslokalen moeten regelmatig worden geventileerd. De Spaanse regering wil dat de leerlingen weer fysiek aanwezig zijn op school. Tijdens de lockdown was er afstandsonderwijs. Difícil tomar una medida homogénea para todos los 27.000 centros educativos que hay en nuestro país, pero en cualquier caso tiene que ventilarse al inicio o al final de la jornada durante el recreo, si es posible por periodos de 10-15 minutos entre clases y si es posible mantener una ventilación continuada, pues muchísimo mejor. Y luego la toma de temperatura antes del inicio de la jornada escolar. In de Verenigde Staten, in de stad Kenosha in Wisconsin, is het al dagen onrustig nadat een blanke politieagent een zwarte man 7 keer in de rug schoot. Maar er is ook grote verontwaardiging over een nieuwe schietpartij door een 17-jarige schutter die 2 betogers doodschoot en pas uren later werd aangehouden. I am at that business, sir. Kyle Rittenhouse, 17 jaar, loopt met zijn machinegeweer voorbij de politie. Hij is een van de mannen die op straat patrouilleren tegen de plunderingen en het geweld tijdens betogingen. Gewapende milities die blijkbaar getolereerd worden door de politie. Als dank krijgt Rittenhouse eerder op de avond zelfs een flesje water van een politieagent. We appreciate you guys, we really do. Even later opent Rittenhouse het vuur. Betogers proberen hem te overmeesteren, maar hij blijft in het rond schieten. Volgens ooggetuigen kan hij zelfs daarna alweer de politie voorbij lopen, zonder opgepakt te worden. 2 mensen sterven en 1 raakt zijn arm kwijt. Anthony Huber was one of the most amazing people to ever walk this fucking earth. He took down an armed gunman with nothing but his fucking skateboard. And he took that fucking bullet. Pas uren later wordt de schutter aangehouden. Bij hem thuis, 20 kilometer verderop. Intussen gaat er ook een golf van protest en solidariteit door de Amerikaanse sportwereld. 3 wedstrijden in de NBA, de hoogste klasse van het basketbal in de VS, werden afgelast. De spelers protesteerden daarmee tegen het nieuwe geval van politiegeweld, waarbij een zwarte man dus 7 keer in de rug werd geschoten. Speelsters van de Washington Mystics droegen een T-shirt waar 7 kogelgaten op waren getekend. In Amerika, de NBA, de basketbalcompetitie, dat is iets heilig, dat is een instituut. Daar gaan vele miljarden in om. En die competitie zit al in moeilijke papieren. Al die ploegen zitten nu samen in Orlando, in Disney World, wel te verstaan,
om daar een veilige competitie af te werken door het coronavirus. Om zo weinig mogelijk besmetting mogelijk te maken tussen die spelers. Maar dat de NBA wedstrijden boycott. En er was zelfs even sprake dat ze zouden blijven boycotten de hele playoff-competitie. Maar nu, enkele minuten geleden, is uitgelekt dat er een akkoord zou zijn om toch weer die competitie te hervatten. Maar dat is toch groot nieuws. En zelfs ex-president Obama die prees de NBA-spelers van Milwaukee omdat ze een vuist maken tegen het sociale en raciale onrecht. Nog in de Verenigde Staten is de orkaan Laura afgezwakt tot een tropische storm. Laura kwam aan land liever met orkaankracht 4 en heeft grote schade aangericht in de staat Louisiana. Er vielen ook 4 doden. Honderdduizenden gezinnen in Louisiana, maar ook in Texas, zitten zonder stroom. Hulpdiensten kunnen het zwaarst getroffen gebied maar moeilijk bereiken door overstromingen en geblokkeerde wegen. Op een industrieterrein in de stad Lake Charles is brand uitgebroken, ook in een chemische fabriek. Van uitstel is gelukkig geen afstel gekomen. Nog 2 dagen en dan gaat de Tour eindelijk van start. Na ruim 2,5 maand is het dus bijna van dat. Vanavond was het de ploegenpresentatie op de Place Masséna in Nice. Alles gebeurde coronaproef uiteraard. En dat gaf een heel andere aanblik. We kregen heel wat Belgen op het podium. Dit is Philippe Gilbert van Lotto Soudal. En ook Olympisch kampioen Greg van Avermaat ontbreekt niet. Jumbo-Visma, de ploeg van Wout van Aert, heeft met Tom Dumoulin en Primoz Roglic 2 kandidaat-toerwinnaars in de rangen. En velen verwachten een strijd voor het geel met team Ineos. Volgt Egan Bernal zichzelf op als toerwinnaar? We weten het over een dikke 3 weken. En bij Lotto Soudal hebben 2 personeelsleden, geen renners weliswaar, 1 positieve en 1 verdachte coronatest afgelegd. Beide werden samen met hun kamergenoten naar huis gestuurd. Nog meer sport. Annemiek van Vleuten heeft in het Bretonse Ploë de Europese titel in de wegrit gewonnen. De Nederlandse was in een sprint met 2 sneller dan de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky, die lange tijd deel uitmaakte van de kopgroep, werd de beste Belgische op een 7e plaats. In die kopgroep was er op 37 kilometer van het einde een valpartij waarbij een 5-tal rensters achterop raakten. In een lange sprint bergop was het uiteindelijk de 37-jarige Annemiek van Vleuten dus, die het goud voor Nederland binnenhaalde. Uiteindelijk met die oogstmachine. Die automatische oorsprongsmachine met de trailbeweging, als er nu wespen aanwezig zijn op de tros, gaan die wespen vanzelf wegvliegen. En dat is nu het grote voordeel. Moest je dat allemaal manueel beginnen doen, dan zijn ze gestoken van boven tot onder. Wijnbouwers hebben af te rekenen met wespen, veel meer dan andere jaren. Door de zachte winter zijn er sowieso meer wespen en die blijken verzot op het sap van vroegrijpe druiven. Snel oogsten is de boodschap. Wel, dat is een fantastische druif, die heet de Sigarede. Dat is een beetje verwant aan de herbestraminer. Het is een hele gevoelige druif voor wespenverraad. Die pal van die druif is zodanig zwak, zodanig eigenlijk dun, dat die wespen er gemakkelijk kunnen doorbijten. Zodat die tros zodanig aangevreten is, ja, dat die kapot is. Dat die niet met de oogsten is. En om nog meer schade te beperken, moeten de druiven hier zo snel mogelijk geoogst worden. De Ziegerdruif is altijd vroeg rijp en dit jaar nog vroeger door het warme voorjaar en de hittegolf van de voorbije weken. Maar dat is meteen ook het ideale weer voor wespen. Er is wel een grotere populatie dan vorig jaar en ik denk dat dat is ook wel door die warme periode die boven de 30 graden gestegen is, dat er veel wespen eigenlijk aangekomen zijn. Iets verderop, in een andere wijngaard, was de eerste oogst maandag al. Door de wespenplaag ligt de opbrengst er 40% lager. En ook een tweede soort, die over een maand oogst klaar is, dreigt het slachtoffer te worden. Deze druiven zullen we waarschijnlijk binnen hier een 10 à 14 dagen toch moeten plukken om de wespen voor te blijven. We hopen op een paar koude nachten, waardoor de wespen in aantal zullen afnemen. En daardoor hopen we dat we toch gespaard zullen blijven van verdere aantasting. De belangrijkste druivensoorten voor de wijnbouw zijn de tweede helft van september rijp. En dan zijn er al veel minder wespen. 2020 kan dus zeker wel nog een goed wijnjaar worden.
Morgen wordt het wisselvallig met buien die vooral na de middag intens kunnen zijn en waar onweer in kan zitten. Temperaturen tot 23 graden bij een krachtige wind. Morgen gaat Egbert Lagaard dus opnieuw naar de koning om verslag uit te brengen over de federaal formatie. En op de Brusselse ring worden de eerste snelheidsborden van 100 km per uur geplaatst. Dat wordt de nieuwe maximumsnelheid vanaf 1 september. En eindigen doen we met deze straffe stunt. De Belg Mathieu Bon is vanmorgen in Knokke begonnen aan een zwemtocht van 67 kilometer. Het doel zonder stoppen de Belgische kustlijn afzwemmen. Momenteel heeft Mathieu al 37 kilometer afgelegd en zwemt hij voorbij Oostende. Als alles goed blijft gaan, komt Mathieu morgen vroeg aan in de pannen. Heel graag tot kijk. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.